Yo, gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Vandaag de laatste Weekend League wedstrijd die ik heb gespeeld. En ik kan het alvast verklappen, het is geen verrassing. Iedereen weet het al, we gaan weer doorspelen tot we goud 3 hebben. En kijken hoe ver we daarmee komen qua rewards, munten en alles. Een blauw duimpje zou ik heel top vinden. Je kan ook abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Wederom dus gameplay, maar dit keer wel met een camera erbij. Gewoon met mijn gezicht. En later ga ik ook nog eventjes iets in de menus in mijn team laten zien. Dus blijf daar vooral voor hangen. En de Weekend League, ja, wat ik net zeg, we gaan eigenlijk gewoon doorspelen tot goud 3. En dat komt omdat dit weekend, ik heb het in de vorige video ook gezegd, ik val een beetje in herhaling in dat opzicht, de gameplay niet entertaining genoeg was voor mij om door te spelen. En in dat opzicht is goud 3 dan prima. En het team speelt nog steeds goed. We hebben dus de vorige aflevering voor het eerst met 3 nieuwe spelers gespeeld. Die bevallen allemaal prima. We hebben nog 920.000 munten over om iets mee te doen. Daar kunnen een aantal opties zijn daarvoor beschikbaar. We kunnen een nieuwe icon halen. Ik dacht zelf bijvoorbeeld aan Sebastian Veron, de prime icon. Hij heeft geen moments. Prime icon Veron, die is ongeveer 600.000 munten. Dan kan je daar nog een extra speler bij toevoegen. Misschien Future Star Mendy op linksachter. Vind ik een hele goede speler. Die twee kunnen we halen. We kunnen ook zeggen, we verkopen Di Maria en dan halen we daar spits in vorm. Volgens mij is dat de tweede, second in vorm Mbappé voor. Daar krijg ik ook heel veel comments over, dat een hele goede speler is. Ik vind zijn normale kaartje al fantastisch. Dus ik kan me niet voorstellen hoe goed die tweede in vorm dan wel niet zou moeten zijn. Je kan ook een icon SPC doen, maar daar ben ik minder fan van. Want we hebben al een aantal goede spelers op posities. En ik denk dat je heel veel geluk moet hebben. Dat moet je sowieso altijd. Wil je een icon packen die ook daadwerkelijk in je team gaat? Want ja, ik heb een paar mensen gesproken die er eentje hebben gedaan. Die hebben allemaal Loudroep of Liedmanen of ja, dat soort slechte icons. Dus noem het maar op. Die kans is natuurlijk heel klein aanwezig, dat je ook daadwerkelijk iets goeds gaat pakken. Maar daardoor val ik eigenlijk een beetje in een leeg gat met wat ik nou precies moet gaan doen nu met de Road to Glory. Je hebt nog steeds weekly objectives, waarvan sommige heel leuk zijn, sommige niet. In de volgende video gaan we Guarin vrij spelen. Nou, dat zijn 10 single matches. En we weten allemaal hoe gemakkelijk dat gaat. Namelijk gewoon in je teamnaam first goal win zetten. En dan elke keer degene die als eerst scoort, die heeft gewonnen. De ander moet leave. Het gebeurt niet altijd, maar 9 van de 10 keer wel. Dus dan heb je in dat opzicht makkelijk die weekly objectives. En je hebt ook Milinkovic-Savic en Boateng. Maar daarvoor moet je in Division Rivals spelen. En EA heeft natuurlijk die nieuwe update gedaan, waardoor eigenlijk bijna iedereen die eerst in Divisie 3 of hoger zat, nu in Divisie 1 zit. Je komt nog wel tegen mensen met jouw skill rating. Tenminste, dat is wat ze zeggen. Of dat echt zo is, dat moet altijd maar bewezen worden. Want volgens mij kunnen ze dat niet garanderen. Het is naar mijn mening zo dat ze als eerst zoeken op iemand die bij jou in de buurt zit en qua skill rating overeenkomt. Dus dat je dan wel een eerlijke matchup hebt. Maar als ze niemand vinden met die skill rating, gaan ze die skill rating verbreden om te kijken of ze dan wel iemand kunnen vinden. En dan kom je misschien tegen iemand die veel beter is dan jij en je dus lastiger die wedstrijd kan winnen. En dat is altijd een dingetje en ik weet niet of ik daar zoveel wedstrijden voor wil spelen. Want die weekly objectives moet je er 10 voor winnen. En dat is best flink en dat is ook wel logisch, want het zijn best goede spelers. En ik zou die Milinkovic-Savic erg graag willen hebben. Maar ervan uitgaande dat je de helft van de wedstrijden verliest of gelijk speelt, weet ik niet of ik zin heb om 20 wedstrijden Division Rivals te spelen voor die rechtsachterkaart van Milinkovic-Savic. En nu moet ik niezen, dankjewel. Er zijn altijd mensen die dan gezondheid commenten in de comments. En dat is erg attent van jullie, dankjewel. Wat ik ook nog wil vertellen is dat ik dus, wat ik net zei, niet heel goed weet wat ik met mijn munten aan moet op dit moment. En dat is een beetje een luxe positie om in te verkeren. Daar mag ik eigenlijk helemaal niet over klagen. We hebben een aantal kaarten waarvan we weten, die gaan we tot het eind van het jaar kunnen gebruiken. God, non nu, we moeten weer niezen. Laurent Blanc is een van die kaarten die we natuurlijk om die reden hebben. Die we op die reden hebben unlocked. Ronaldo is een speler die ik niet meer wil gaan verkopen. Want Ronaldo is gewoon de beste kaart op FIFA. Tenminste, die beschikbaar is voor ons. Zonder dat we het hele team daarvoor opofferen. Ik vind die gast zo ontzettend goed. Met tegenstanders ook. Die rage weer tegelijk als we een doelpunt met zijn weak foot op de volley tegen hen scoren. Wat logisch is. Dan heb je ook vrij weinig kans verder. Maar die kaart, ja, die wil ik gewoon houden. Tot aan het eind van het jaar. Misschien zelfs een betere versie van Ronaldo als we ooit zo gelukkig zijn om iets te pakken. Maar die moeten we gaan houden. Perisic vind ik oprecht een kaart waarvan ik het niet van tevoren had verwacht. Maar wel achteraf kan zeggen, dit is ook een kaart die we tot het einde van het jaar kunnen gaan houden in het team. Zonder dat we daadwerkelijk een update daarvoor moeten hebben. Deze wedstrijd, we gingen 13-1. Verloren we, omdat mijn vriendin de internetkabel aanraakte.
En dan heb je gewoon een disconnect en een los te pakken. En toen dacht ik ook van, ja, weet je wat, ik wilde eerst doorspelen tot goud 1 of zo. Maar nee, ik heb er nu al geen zin meer in. We gaan gewoon lekker goud 3 doen. Want waarom moet je het jezelf moeilijker maken dan dat het is? Uiteindelijk maakt het toch niet uit. Je krijgt wat meer munten als je goud 1 haalt. Maar de player picks en alles, die zullen waarschijnlijk toch tegenvallen. Goed, Ronaldo, Perisic, Laurent Blanc, Socrates, die hebben natuurlijk tradable. Ik weet niet of we ooit nog de Prime Moment Socrates gaan halen. De SPC is nu heel duur. Die is 2,5 miljoen. En dat komt omdat alle prijzen van spelers natuurlijk zijn gestegen. Je kan hem wel misschien daarna, als alles weer is gedaald, voor goedkoper doen. Hij was voor deze promo, voordat alles steeg, 2 miljoen munten. Nou, dat is een flink aantal. Maar je kan nu met de FUTSWAP deals van april een icon krijgen. Een icon pack krijgen als je 14 tokens inwisselt. Betekent wel dat je alle objectives moet doen. Dus quad battles, SBC's, division rifles waarschijnlijk ook. En andere weekly objectives. Allemaal om die FUTSWAP kaarten van april te bemachtigen. Vooraf zeg ik altijd dat het heel erg leuk is om te doen. Maar het kan heel goed zijn dat als je weer een challenge hebt van win 10 wedstrijden waarin je scoort met een Argentijnse speler, dat ik zoiets heb van ja, allemaal leuk en aardig, maar dan moet je weer 20 weekly division rifles potjes voor spelen. En ik weet niet of dat het waard is. Dus dat moeten we gaan bekijken. Maar stel Socrates daalt weer tot 2 miljoen. Je doet zo'n icon beloning als FUTSWAP kaart. Je hebt dan weer een kostenbesparingspunt van 300k. Waardoor die icon SBC van Socrates nog maar 1,7 miljoen is. Dan is dat misschien wel gunstig om te doen. Wat je net zag trouwens was in de herhaling een doelpunt van mijn tegenstander. Die bal ging door het been van Mane heen waardoor hij scoorde. En deze tegenstander had zoveel geluk met dingen. Hij was ook wel goed. Ik denk dat het heel erg gelijk opging. Misschien waren wij zelfs de iets betere partij. Maar letterlijk elke kans van hem was een doelpunt niet te doen. En hier, wij spelen gewoon heel goed. Hij denkt dat we naar de verre hoek gaan. Wij anticiperen erop. Doen een fake shot of een fake move naar achter. We scoren. Hij gooit een bal vlak voor het einde van de eerste helft er gewoon voor. Ben Yedder die een diving header doet en hem scoort. Hier Ben Yedder die hem via zijn achterste standbeen wil aannemen. Socrates die raakt wel het balans, maar Ben Yedder niet. First time shot met Promes. Niet getimed. Gaat er goed in. Daarna nog een first time shot met Promes van buiten de 16. Volgens mij was deze ook niet getimed. Nee, gaat er ook gewoon in. 2-6. En als je naar de statistieken kijkt, ja, hadden wij ook gelukkig ook wel wat kunnen scoren. Letterlijk elk schot dat hij probeerde te lossen, dat ging er gewoon in. Erg frustrerend, maar ja, het is niet anders. Dat soort wedstrijden heb je er ook tussen zitten. En normaal gesproken zou ik maar niet echt aan storen en proberen over het heen te zetten. En dat deed ik nu eigenlijk ook. Ik werd niet heel boos van die wedstrijd. Je weet gewoon, ja, als je 2-6 verliest, ondanks dat bij hem alles erin ging, heb je gewoon verdiend verloren. Dat is gewoon zo. Dan kan je er wel over gaan zeiken, maar dat heeft geen zin. Dan moet je dat gewoon accepteren. Deze wedstrijd kwam ook 2-0 achter tegen een tegenstander die erg goed was, waar ik niks tegen kon creëren. En toen dacht ik, weet je wat, hou doe de mazzel, de ballen. Ik stop ermee. Ik wilde de wedstrijd leave en daarna weer een wedstrijd zoeken. Maar toen dacht ik, ja, het is 11 uur op een zondagavond. Waarom ga je niet lekker van het einde van je weekend genieten in plaats van dat je nog probeert door te spelen, waar je waarschijnlijk toch geen zin meer in hebt. Dus dat waren de Weekend League wedstrijden. Ja, dat waren alle Weekend League wedstrijden dus. Wederom goud 3, derde week achter elkaar. Ik heb er eigenlijk helemaal vrede mee. Ik vind het helemaal prima. Je krijgt toch elke keer een kleine hoeveelheid munten. We gaan alvast registreren voor de volgende. Dan is dat gedaan. Ik denk dat wij weer rank 3 halen. Al gaat het misschien nog wel verder naar beneden. Omdat mensen dus bezig zijn met die weekly objectives. Dus er wordt daadwerkelijk de Fish Rifles gespeeld. Maar ik ga gewoon zorgen dat ik rank 3 word. 42.000 munten krijg. 2000 meer dan normaal, omdat we nu in divisie 1 zitten. Yes, let's go. Kan je weer mooi meenemen. En je krijgt ook weer FUT Champion Rewards voor goud 3. Dus het zal waarschijnlijk zo zijn dat wij weer 100.000 munten erbij krijgen. Wat helemaal prima is. We hebben toch heel veel munten over. En daarmee kunnen we het team gaan verbeteren. Ik heb Boateng heel even uitgehaald voor Emre Can. Want hij voldoet aan die weekly objective waarvoor je een Duitse speler moet gebruiken om mee te scoren in Division Rifles. In Division Rifles overwinning. Dus als ik met hem een penalty neem en score of een longshot neem en score, dan heb ik, als ik ook nog met een andere speler, een Serie A speler score, waarschijnlijk gebeurt het wel Ronaldo of Perisic, dan heb ik 2 wedstrijden in 1. Dan heb ik 2 keer een wedstrijd voor die weekly objectives, 2 verschillende in 1 keer. Dat dacht ik aan het begin. We waren heel close met een wedstrijd met een speler die best wel goed was, waar we 3-1 voor stonden in de 87ste minuut. En uiteindelijk verloren we nog op een hele zure manier. Dat laat ik in de volgende aflevering zien. En toen dacht ik ook weer, ja, houdoe, de mazzel, de ballen. Daar ben ik ook klaar mee. Gaan we niet meer doen. Daar hou ik gewoon nu mee op. Dan hebben we nu 924.000 munten. En dan moet ik niet hierop klikken, maar op het team. En dan kunnen we daar iets leuks van gaan halen. En wat nu de gedachte is, en dat is in principe best wel zonde, is elke keer als ik een speler wil kopen, denk ik, is dit een speler die tot het einde van FIFA goed genoeg is om in mijn team te blijven?
Als dat een ja is, dan haal ik hem waarschijnlijk. En als dat een nee is, dan haal ik hem niet. En bij heel veel spelers is dat niet echt het geval. Socrates bijvoorbeeld, die gaat ook ooit wel vervangen kunnen worden of geüpgrade worden. Dus dat moeten we binnenkort misschien maar weer gaan doen. Wat ik net ook al zei, als die moments kaart in waarde daalt, die SBC of de normale kaart, dan moeten we die maar gaan upgraden. Dan kunnen we daar ook in ieder geval overheen stappen en niet meer naar om hoeven te kijken. Want ik zeg voor mijn gevoel elke aflevering, ja, ik wil die kaart halen, ik wil die kaart halen. Maar dan doe ik het niet. En dan kunnen we dat hoofdstuk eigenlijk zeg maar een soort van afsluiten. Dan kunnen we niet meer omheen. Dan hebben we een untradeable onze club als we die SBC doen. En dan is dat klaar. Dani Alves is zo'n kaart die ook gewoon tot het einde van FIFA wel in mijn team blijft. En anders hebben we altijd nog die Team of the Year nominee Vrchajko. Die daar kan staan en linkt met en Perisic en Skriniar. Alan is een hele goede kaart. Maar die moet ook op een gegeven moment weer geüpgraded worden. Ik heb nu heel veel wedstrijden met hem gespeeld. En ik weet wel, ja, het enige wat je gewoon merkt is zijn lengte en zijn kracht. En dat is het grootste nadeel. Als hij iets langer en sterker was geweest, was dit een kaart die ook tot het einde van FIFA in mijn team zou blijven. Maar dat is nu niet het geval. Het geldt ook voor de andere centraal verdediger middenvelder spot. Ronaldo, Perisic, die blijven wel. Blank blijft ook. En Handanovic en Skriniar, die vind ik op dit moment ook gewoon nog goed genoeg. Dat heeft ook geen upgrade nodig. Dus we hebben eigenlijk dan, ja, voor het gemak, laten we dat maar gewoon eventjes verwijderen. Dat kunnen we later wel fixen. Alan, Emre Can, Di Maria, die is ook goed, maar niet goed genoeg. En dan zouden we Socrates hier kunnen doen. En Alexandro ook, die is natuurlijk ook nog wel te vervangen. Dan hebben we nog 4 plekken over die wij moeten gaan vullen om uiteindelijk een beetje richting het einde van het jaar te werken. En aan de ene kant is dat een hele gekke gedachte. Want ja, het duurt nog wel even tot FIFA 20 uitkomt. We hebben nog dik 5,5 maand. Maar goed, na de zomer, na Team of the Season, bestaat FIFA nog wel, maar is het eigenlijk zo goed als klaar. Dus in dat opzicht hebben we daar nog 2,5 maand voor. Dus dat is niet zo gek lang. En je merkt ook aan alles dat FIFA, dat EA, een beetje richting het einde toe aan het werk is. Met de gratis kaarten die ze uitdelen en de SBC's die ze een beetje releasen, die moment icons. Ja, ze weten gewoon, mensen zijn er alweer eigenlijk klaar mee. En die gaan zich voorbereiden op het einde van FIFA. En dat moeten wij dan misschien ook maar gewoon gaan doen. Een blauw duimpje zou ik heel top vinden. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan check ik jullie allemaal later. Joejoe!